Het model dat het meest frequent voorkomt in al mijn boeken is het model dat wij genoemd hebben, Piet van Elsdingen en ik, de facetten van dienstverlenen. Dit model kent 5 onderdelen die in elk dienstverleningsproces of in elke dienstensituatie te onderscheiden zijn. Het eerste facet dat wij onderscheiden is het facet dat wij noemen de dienstverlener. Wat is de organisatie die centraal staat? Is dat een organisatie met 1 persoon in dienst, een ZZP'er, een MKB'er, een kleintje van 0 tot 100 mensen, of een grote organisatie of zelfs een multinationale organisatie waar meer dan 10.000 tot wel 100.000 mensen werken. Je kan dan ook nog gaan kijken naar de omzet die gedraaid wordt. Is het een omzet van 100.000 euro per jaar of een omzet van wellicht 10 miljard euro per jaar? En als ik deze 2 noem, dan merk je meteen wat het verschil is tussen een organisatie als Albert Heijn en de buurt super. Het tweede facet wat wij onderscheiden is dat je niet alleen naar de organisatie en haar cultuur kijkt, maar dat je ook gaat kijken naar welke klanten bedient een organisatie eigenlijk. Zijn dat industriële klanten, de business-to-business klanten, de organisaties? Of zijn dat eindklanten, de business-to-consumer klanten, de consumenten? En wat voor bedragen geven zij eigenlijk uit? Als we hier bijvoorbeeld eens 2 voorbeelden nemen, een organisatie als de Koninklijke Boon Edam of de Koninklijke Fatship. Die bouwen jachten of leveren liftdeuren aan organisaties voor zeer grote bedragen. We kennen ze vaak niet. Eindklanten, organisaties die een eindklanten leveren, kennen we veel beter. We kennen allemaal wel Nationale Nederlanden, Rabobank, ABN AMRO en Albert Heijn. Die leveren aan ons. Het derde facet, wat belangrijk is, is wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat wordt er geleverd? Lever je verzekeringen of lever je luchtvaart? Diensten. En dat is op zich wel grappig om te zien dat bijvoorbeeld een Rabobank en een KLM eigenlijk geen eens zoveel van elkaar verschillen als je naar de klanten kijkt. Want dezelfde mensen met een bankrekening bij de KLM, bij de Rabobank vliegen met de KLM. De analyse verschilt daar dus meer op het wat-niveau. Wat wordt er geleverd? Financiële diensten of luchtvaartdiensten? Wat is het portfolio? Hoe uitgebreid is het? Het vierde facet, daar kijken wij altijd in onze totale analyse naar het dienstverleningsproces. Wat doe je eigenlijk? Een dienstverleningsproces is altijd onder te verdelen in kleine stappen. Een transportorganisatie die accepteert een order, die gaat laden, die gaat rijden en die gaat lossen en die factureert. 5 stappen in een dienstverleningsproces waar je de keuze moet maken wat is nou eigenlijk back-office of wat wordt daar front-office geleverd. En als laatste facet, het belangrijkste facet is wat is eigenlijk de relatie met de klant in de dienstverlening die je levert. En die relatie die kan heel hecht zijn of die relatie kan heel los zijn. Sommige klanten lopen na 1 keer weg. Denk aan een gewone kroeg in Amsterdam. Je drinkt er 1 biertje en je hoeft er nooit meer terug te komen. En andere relaties, daar word je contractueel vastgelegd. Ik lig bijvoorbeeld zelf al 38 jaar vast bij de VARA-gids. En 38 jaar lang denk ik al, ik moet hem opzeggen. Maar ik doe het niet. De meest hechte organisatie qua relatie is een organisatie waar ik mijn hele leven al vast bij lig en waar ik wellicht 1 jaartje vrij zou willen hebben. En dan heb ik het over de Belastingdienst. En als u dit begrijpt, dan snapt u mijn model van de facetten van dienstverleners. Het gaat om organisaties, het gaat om klanten en het gaat erom wat je levert, de dienst, hoe je het levert, het dienstverleningsproces en hoe hecht de relatie is.